Hallo Magic Lovers! Vandaag ga ik weer eens een leuk goocheltrucje proberen. Wat hebben we nodig voor deze leuke goocheltruc? Een zeer scherpe naald. Een doodgewoon kaartspel. Een ballon. En een lege emmer. We starten door onze ballon op te blazen. Een knoopje in de ballon. En dan leggen we onze gewone ballon natuurlijk gewoon in onze emmer. Tadaa! Dan nemen we ons kaartspel. We gaan natuurlijk de kaarten heel goed schudden, zodat eigenlijk de toeschouwers altijd kunnen zien dat alles heel eerlijk verloopt. Want een voilà, amai, het gaat niet zo vlotjes vandaag. Een goochelaar speelt namelijk nooit vals. Dus de kaarten worden goed geschud. We gaan dat nog een tweede keer doen om helemaal zeker te zijn. Ziezo, als de kaarten goed zijn geschud, dan mag de toeschouwer één kaart kiezen. De andere kaarten gaan opzij, want die hebben we niet meer nodig. Deze ene kaart mag nu door de toeschouwer worden kap opgeschud. Dit is waarschijnlijk het leukste deel voor de toeschouwer en het minst leuke deel voor de goochelaar. Want zoals u weet, wordt het op deze manier een hele dure hobby. Nu, hij mag nog een laatste keer scheuren. Als dat lukt. Ik zal het in stukjes doen, want het is te moeilijk om allemaal één voor één te gaan verscheuren. Ziezo. Ziezo. En ziezo. Dan hebben we natuurlijk allemaal kleine stukjes. We gaan nu proberen... Hola, ik ben nog iets vergeten. Ja, we gaan één stukje. Eén stukje gaan we gewoon bijhouden. Dit ene stukje is heel belangrijk. We leggen het eventjes terzijde. Want nu komt het leukste deel. We gaan alle stukjes op magische manier laten verdwijnen. We hebben nog één stukje. En we hebben onze emmer met de ballon. En als we nu onze naald nemen en we prikken de ballon helemaal stuk, dan zie je dat er in de ballon één kaart verborgen zat. Deze kaart kunnen we nu open doen en we merken dat dit de gekozen kaart is van de toeschouwer. En geloof het of niet, als laatste controle nemen we ons ene stukje van de kaart dat we hadden opzij gehouden. We gaan dit passen. En dit blijkt dus de perfecte match te zijn. Want dit stukje is het afgescheurde stukje van het begin van deze truc. Ik dank jullie voor het kijken en ik zie jullie graag terug in een volgende video. Bye bye, Magic Lovers!